Vrijwillig zijn op de slagroom op het toetje, zeg maar. Het toetje hebben we, maar dit is nog net de slagroom. Veel vrijwilligers, en die moet je koesteren. Daar moet je ook heel dankbaar voor zijn dat zij komen. Ik was gisteravond hier. En dan hebben we een kookgroepje. En er waren 3 dames die hebben heerlijk gekookt. En die vinden het leuk. Ze zijn eigenlijk een hele mooie schakel, omdat ze nog net dat stukje extra kunnen geven. Het leek me wel gewoon leuk om met de koffie en de lunch hier wat te doen. En ik ben nog niet echt zo'n type wat de hele dag met ouderen kan omgaan. Dus ik wou die mix hebben. Als het me uitkomt, ga ik wandelen met ze. Of een spelletje doen. Of tomaatjes snijden voor de tomatensoep. Of een fruitsalade maken. Dus, en dat vind ik wel heel leuk hier. Ik kom 1 keer in de week kom ik hier dansen of bewegen op muziek. En daar gebruik ik dan vaak ballonnen of ballen bij. Of ja, we hebben van die sticks van isolatiemateriaal. En ja, daar gaan we dan leuke, ja, of ik laat ze dirigeren. Maar het is vaak al zittend, nou ja, bewegen met de mensen. Ja, we hebben echt op dit moment topvrijwilligers. En als er een uitje gepland is, dan gaan ze eigenlijk ook altijd mee. En zonder hun was het toch wel lastiger. Het is een win-win situatie. Ik vind het heel leuk om weer wat te doen in de maatschappij. En ook met collega's en alles. Want thuis zitten voel ik me echt te jong nog voor. En ik zie hier de waardering. En vooral voor de mensen hier. Als ik dan ga wandelen, dan zie je echt blije gezichten. En dat vind ik dan echt heel leuk. Dus die dankbaarheid geeft mij dan ook wel weer de vreugde aan. En dat is een fietsvrijwilliger bijvoorbeeld, die 1 keer in de week met de bewoners gaat fietsen, met de duo-fiets erop uitgaat. Maar ook die vermogende vrijwilliger die iemand weer vanuit de gym ophaalt, vanuit het dorp, en met de fiets weer terugfietst. Wij fietsen dan heen, hij fietst weer terug, zo help je elkaar. Ondersteuning biedt bij creativiteit, spelletjes doet. En je ziet ze allebei genieten. We hebben laatst een bewoner die ging met een vrijwilliger naar Amsterdam. Een dagje naar Amsterdam, de bewoner komt uit Amsterdam. En toen zei die vrijwilliger, mag ik hem meenemen? Ja hoor, dat mag. Dan krijg je foto's toegestuurd en dan heb ik een brok in mijn keel. Zomaar even met iemand dansen op de muziek of zomaar, dat zijn de mooie momenten. Of dat je in 1 keer een kus krijgt of dat je in 1 keer een knuffel krijgt. En dat zijn wel de mooie momenten.